Met de transformatie van 43 bestaande woningen in Helden naar klimaatneutraliteit de afgelopen 2 maanden heeft Wonen Limburg een primeur te pakken in Limburg. Het is voor het eerst dat een dergelijke energetische renovatie in Limburg op zo'n grote schaal is uitgevoerd. De bestaande woningen aan de Deken Jasperstraat en Onderste Straat in Helden zijn voorzien van nieuwe gevels, daken en huishoudelijke installaties. De woningen zijn ook aardgasloos gemaakt. Een hele operatie merken ook 2 bewoners, de familie Leijsen. Nou, voor ons betekent het natuurlijk wel heel veel. We krijgen een heel ander soort woning krijgen we terug van, als voorheen. We hebben dus een constante temperatuur in huis. We hebben geen schommelingen meer. Dus, het is aangenaam wonen. Alhoewel sommige dingen, ja, je moet natuurlijk even wennen aan het systeem. Ook aan de WTW, die warmteterugwinning. Dat is wel even wennen, maar over het algemeen is het heel aangenaam wonen in dit huisje. We hebben hier 43 bestaande woningen aangepakt. Om te zorgen dat de mensen één van het aardgas afgaan en anderzijds de woning goed opnieuw geïsoleerd krijgen. Dat doen we door middel het hele huis in te pakken met een jas. Waardoor die eigenlijk helemaal luchtdicht wordt en ook lekker warm. En anderzijds halen we de cv-ketel eruit en plaatsen de mensen een luchtwarmtepomp. En we zorgen door middel van de zonnepanelen dat de woning zelf voorzienend wordt. Maar het was een pittige tijd, moet ik zeggen. Soms was het afzien. Het was echt dat als we met 5, 6 mensen binnen bezig zijn en je moet er ook nog blijven wonen. Nou, het leukste voorbeeld is wel geweest, denk ik, dat we een keer in de gang hebben gegeten. Omdat we nergens meer terecht konden. Alles was open. Dus we hebben in de gang met z'n 2 jaar aan een kastje gezeten en hebben middag gegeten. Dus, ja, het was anders geen plaats. Dus, ja. Maar het heeft jou niet tegengehouden in die zin dat je zegt van nou, van mij hoeft dat niet meer? Nee, echt niet. En ik denk, op het moment is het nog een beetje, ja, het is nog niet allemaal klaar. Dus ja, je hebt nou nog wel wat bedenkingen. Maar ik denk over een jaar of een half jaar, ja, dat je niet meer beter weet dan dat het allemaal eigenlijk wel goed is, denk ik. Het bijzondere is ook dat de nieuwe gevels en daken zijn geprefabriceerd in de fabriek en in zijn geheel op het werk aangevoerd en gemonteerd zijn. Dit is voor Wonen Limburg een nieuw concept bij bestaande bouw binnen de gemeente Pillemaas. Voor de bewoners van 43 woningen in Helden betekent dit dat hun woning in enkele dagen tijd omgebouwd is naar een klimaatneutrale woning en dat terwijl ze in de woning bleven wonen. Mevrouw Leijsen maakte ondertussen deze beelden. En dat geeft een goed inkijkje van de werkzaamheden. Ik heb het in eerste instantie natuurlijk ook voor onszelf gedaan. Hè. Dus ja, ik denk wel dat dat wel interessant is om dat nog eens een keer te zien allemaal. Ja. Nou, in principe was het zo voor een van de mensen wat hier wonen, dat zij vroeger de energierekening betaalden aan de energieleverancier. Die gaan ze nu voor een deel aan Wonen Limburg betalen. Daar gaan ze een soort van energieprestatievergoeding betalen. Dat is eigenlijk een vast bedrag wat wij bij de woner bovenop de huur in rekening brengen. En toch aan een ander stukje van de energierekening blijft nog steeds bij de energieleverancier. Maar dat staat meer uit het vastrecht. Echter, als je het allemaal bij elkaar optelt, zal het nooit meer zijn dan vroeger. En het liefst natuurlijk nog omlaag, doordat de woning zelf voorzienend is. Mensen mogen nog iets meer gaan letten op energieverbruik. Gaan de woonlasten, dus inderdaad de huur en de energierekening in totaliteit, in ieder geval hetzelfde, en het liefst nog omlaag. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden binnen enkele weken klaar zijn in Helden.